Nederlands. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, toch zijn we het chemisch afvalputje van de hele wereld. Overal vandaan en in zeer grote hoeveelheden importeren we hier chemisch afval. En de verwerking daarvan is kostbaar, maar omdat Nederland het enige land ter wereld is dat geen adequate regels heeft opgesteld voor wat er in stookolie mag zitten, wordt het chemisch afval daar grotendeels in verwerkt. Wereldwijd is dit het land waar bedrijven hun chemisch afval voor een prikkie dumpen. En hier wordt er vervolgens goedkope stookolie van gemaakt. Zo goedkoop zelfs dat schepen die 70 tot 100.000 liter per dag gebruiken, vanuit de Middellandse Zee omvaren om in Rotterdam te kunnen tanken. Deze grootverbruikers vervuilen nog veel meer dan vliegtuigen. Sterker nog, slechts 16 grote zeeschepen vervuilen net zoveel als alle auto's op de hele wereld. Nu tanken er in Rotterdam zo'n 22.000 van die grote zeeschepen. Dat is bijna de helft van de wereldvloot. En de schepen die hier tanken verbranden dus gezamenlijk 1375 keer de totale uitstoot van alle auto's op de hele wereld. Maar nu met toevoegingen van neurotoxine, cyanide, zuren, zware metalen en zelfs radioactief afval. Dat komt allemaal in ons milieu terecht. Een gepaste term daarvoor is ecocide. En dat alleen door de missende regelgeving op stookolie. Het komt in de zee, in de vissen, in ons drinkwater en in de lucht. En doordat wij het drinken, eten en inademen, komt dat dus ook in ons. Voorzichtige schattingen komen door het gebruik van vervuilde stookolie in de scheepvaart uit op 60.000 doden per jaar. En deze zijn niet zo zichtbaar als in een oorlog, maar als door eenvoudige en billijke regelgeving minstens 60.000 doden per jaar voorkomen kunnen worden, dan zou je het toch ook genocide kunnen noemen? Bedrijven met een strafblad door milieudelicten mogen in Nederland meeschrijven aan een cruciale nieuwe milieuwet op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze mogen zelfs bepalen hoe vaak ze gecontroleerd mogen worden en welke chemische stoffen ze met stookolie mogen mengen. En alsof dat nog niet genoeg is, blijkt uit onderzoek dat naast deze rode loper voor dubieuze bedrijven en multinationals, dat in 48% van de gevallen van milieucriminaliteit overheidsfunctionarissen betrokken zijn. Maar in de Tweede Kamer riep Rutte expliciet op tot minder regels en minder controles. Kunt u nou niet gewoon tot uitvoering overgaan van wat we al weten? Want dat bedrijfsleven, dat zucht onder die files, maar dat zucht ook onder die regeldruk. En ik zei gisteren al, ze gaan steeds meer lijken op smurfen. Ze worden blauw van het werken en blauw van het betalen en blauw van het stilstaan. Helpt u nou die ondernemers om te kunnen ondernemen? Haal die regels weg. Inmiddels heeft de Milieuinspectie 3/4 van haar mankracht ingeleverd en dwarsboomt de overheid, handhaving en onderzoek. Frauduleuze afvalverwerkers kunnen zonder een vergunning aan de slag en de betrokken bedrijven strijken ondertussen gretig subsidies op en maken extra winst. De klimaatdoelen zijn hier zelfs per wet vastgelegd. Alle verkiezingscampagne is zo groen als gras en de milieubelasting is in 2017 naar recordhoogte gegaan. Maar ondanks alle verkiezingsbeloftes gaat dat niet naar prachtige initiatieven als de Ecoliner met zeilen op vrachtschepen die 50% stookolie kunnen besparen met dezelfde bemanning. En daarmee dus 687 keer de totale uitstoot van alle auto's in de hele wereld kunnen verminderen. Integendeel, in plaats van subsidie hebben ze te maken met forse tegenwerking vanuit de overheid en het bedrijfsleven en krijgt de fossiele industrie nog steeds 7,6 miljard subsidie per jaar. Ja, laat ik één simpele vraag aan alle leden van het kabinet stellen. Waarom is er geen adequate regelgeving en handhaving voor chemisch afval in stookolie? En nu ik jullie toch aan de lijn heb, doe ik er ook nog een suggestie bij. Want duurzame ambities die zijn namelijk heel eenvoudig in te koppen. Geef een toereikend deel van de 7,6 miljard subsidie die nog jaarlijks naar de fossiele industrie gaat aan de ontwikkeling van zeilvrachtschepen. Als de stookolie dan niet meer chemisch is, wordt er ook nog eens 50% minder van verbruikt. En dat is een besparing van meer dan 687 keer de uitstoot van alle auto's in de hele wereld. Dan even terug naar jou en mij.
We zien nu een overheid die openlijk bedrijven beschermt tegen de burgers. Veroordeelde vervuilers zelfs aan tafel zet om nieuwe milieuwetten te maken. En de verantwoording voor de volksgezondheid voorkomen verzaakt. Wat doen jij en ik daar eigenlijk mee?